Had je die lift ook aangeboden aan een minder mooi meisje van een jongen? Wat is dit voor een belachelijke vraag? Probeer hem toch eens te beantwoorden. Ik las in één keer, jij bent fan van Scandinavische thrillers. Waar komt die fascinatie vandaan? Nou, eigenlijk altijd al. Ik kijk graag naar CSI en naar ja, inderdaad die Scandinavische spannende series. Ja. Ineens waren ze er. En toen heb ik een keer de wens geuit van nou, ik zou wel zo'n soort serie weer eens willen maken. Na Spangen, waar ik heel lang een regisseur gespeeld heb met Monique van de Ven. Wat echt een hele leuke, spannende serie was. Mm-hmm. Maar dit is alweer heel lang geleden. Vond ik na al die wat komischere series zoals Gooische Vrouwen en Liefhebbers en de familie Kruis wel weer hartstikke leuk om eens iets heel anders te maken. En ik vond het heerlijk om te doen. Het was in de weerribben en het was allemaal rauw en ja, koud. En, je waande je op een set van een Scandinavische thriller, zou je zeggen? Nou ja, een beetje wel. Ja. Het is natuurlijk wel heel ingewikkeld om jezelf daarmee te vergelijken. Maar in die sfeer hebben we het wel gemaakt. Als wij ons nu met z'n allen blind staren, dan zou het kunnen dat er een dader rondloopt die een nieuw slachtoffer maakt. De rol van de gedragsdeskundige, Anna, hè? Heb je dat thuis nog geoefend? Dat je thuis in één keer overal op iedereen begon te letten en zo? Of nee. Het is, Wil heeft me vooral op het hart gedrukt dat ze niet één keer mijn tanden wilde zien. Dus ik wil gewoon niet dat je lacht. Die vrouw lacht niet. Dus het is een, zo kennen die jou helemaal niet? Nee, ik lach altijd. Dus dat was best een opdracht. Ja. Heel af en toe, als er iets met mijn nichtje in mijn privésfeer, dan mag ik af en toe een klein lachje tevoorschijn toveren. Maar in mijn werk gewoon niet. Godverdomme, ik heb niks gedaan! Doe niet, man! Waarom zou hij dat nou gedaan hebben? Het is ook de eerste serie, zou ik kunnen nemen, die op Videoland te zien gaat zijn. Ja. Is dat dan de eerste samenwerking tussen SBS6? Nou nee, want de serie Adem in, Adem uit die we met Linda voor Net5 gemaakt hebben, met Jelke van Houten, die is ook al te zien op Videoland. Dus dat is al eerder gebeurd. En de K van Carlijn, met Jitske Reininga, heeft het ook heel goed gedaan op Videoland. Dus die link die was er al eerder. Ja. Dus nee, dat is nog niet. En dat mag ook nog helemaal niet, want er moet nog een uitspraak komen of dat überhaupt allemaal mag en doorgaat. En tot slot, die tijd... zie jij daarna uit, Linda, om weer terug te keren misschien ook weer op je oude nest, hè, RTL? Ja, hoe dat er dan precies uit gaat zien, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik hoop wel dat het doorgaat. Ja, ik denk wel dat dat dé manier is om één hele grote, sterke commerciële omroep te vormen. In plaats van elkaar te beconcurreren.